Yo, kijkers van Goosemars, welkom terug bij een gloednieuwe video, niet Zoomag video, een gloednieuwe GTA 5 online video. En vandaag ben ik niet alleen, vandaag ben ik samen met... Boy, Robin Boy. En met... Keanu. En met... Walid. Mensen, we zijn vandaag lekker met z'n vieren. Walid is er weer bij. En vandaag gaan wij een nieuwe auto tunen, want er is een nieuwe auto in de game. Maar mensen, voordat we deze auto gaan tunen, doe als een blood up omhoog. Zijn jullie nieuw? Abonneer dan en dan gaan we beginnen met deze video. We beginnen de intro heel raar, maar we zitten in de ambulance. Ja, we moeten snel de auto pimpen. We moeten heel snel de auto gaan pimpen. En de mensen, de auto is gebaseerd op de McLaren Senna. Hij heeft 800 pk. Er zijn 500 auto's in heel de wereld gemaakt. En hij gaat van... Even terugkijken, even spieken. Hij gaat in 2,5 seconden... Of nee, 2,8 seconden springt hij naar de 100. En zijn topsnelheid is 340 km per uur. Dus ik ben benieuwd of hij ook in GTA heel snel gaat. We hebben hier hebben ze allemaal zitten, dus... Dat is niet normaal. Die auto rijdt wel lekker, hè? Ja, die auto rijdt, maar die had even wielspun, maar maakt niet uit. Oké, mensen, dat was een beetje informatie over de auto. Willen jullie natuurlijk informatie over de auto's voordat we ze gaan tunen of voordat we gaan beginnen met de video? Laat dan sowieso weten in de reacties en willen jullie meer GTA-video's, meer andere video's? Laat dan ook sowieso weten in de reacties. We gaan sowieso Fortnite nog eens opnemen en dan geen livestream, maar dan gewoon een video. En dan gaan jullie alleen wel gameplay horen, want mijn PlayStation maakt namelijk heel veel geluid. Omdat er heel veel stof in zit, maar ik heb alle stof eruit gehaald, maar... Ik weet niet wat het probleem nog is, maar ik ga zonder. Jullie gaan alleen gameplay horen. Zonder ons, dus. Zonder onze stem, dus. Ja, dan ben ik benieuwd hoe we deze beast gaan tunen. Maar weet je wat raar is? Zeg eens. Die spoiler is al gewoon zonder getuned te worden, is die al. Keihoog. Ja. Normaal is het altijd zo laag of zo, maar dat is al keihoog die spoiler. Hij lijkt wel echt, hij is echt nagemaakt op de McLaren Senna. Ja, en gewoon ook niet dat je normaal. Benen kunt zien. Dat en, je benen ook allemaal kunt zien. Dit is dezelfde merk als wat T20 heeft gemaakt, zeg maar. Dus je kan het ook al een beetje zien. De zijkant heeft T20 ook. De voorkant vind ik een beetje van de Reaper. Reaper kost hoeveel? 1,5 toch? Ja, zo. Ja, ik weet niet hoeveel... Maar de voorkant vind ik een beetje op de Reaper lijken. Wow, jongen! Als je al bij grills gaat... Man, die is al begonnen! Ja! Oké. Okay. Hij heet in de game de Pro Gun Amorous, of zoiets? Toch? Ik noem dat niet echt een grill. Maar dat is echt wel mooi, hoor. Ik ga proberen een sportauto ervan te maken. Maar ik weet niet precies hoe je hem kan tunen, maar ik vind hem nu al gewoon ziek, dus... Die livery is al, wow, joh, je hebt echt mooie liveries, hoor. Oké, we gaan een beetje gas geven zodat jullie de exhaust kunnen kijken, uitlaten. deze heeft wel een mooie uit. Trim color gaat ook. Ik denk gewoon... Wow. Maar je hebt ook... Ja, deze uitlaten zijn iets te groot, maar we pakken deze natuurlijk. Een grill. Zit je al bij uitladen? Ja. Nogmaals, ik kan er een sportauto van maken, maar deze laatste grill, dat is overdreven. Dat ga ik niet pakken. Dat is zo'n hele platform, vind ik. Ik vind dat niet zo heel mooi. Bro, die spoiler is raar. Als je naar spoilers gaat, die laatste. Mensen, ik ga deze pakken. Ik ga die denk ik wel pakken, want die ziet er wel uit. Die hebben we ook al gezien bij de Trax, zo noemt hij. De Bugatti Divi. Die hebben we ook al gezien. Livery, kijk, dat bedoel ik al. Ik wil er sowieso een sportauto van maken. Daar heb ik geen twijfels aan. Want zoals jullie nu zien, ik hoop dat ik de roof nog kan veranderen, want dat vind ik niet zo mooi. Maar ik wil er sowieso een sportauto van maken. Kijk, hè. Jammer dat je geen golden ding hebt. Sport of race. Maar waar zijn uitlaten? Ik denk dat ik dat ben overgeslagen. Exhaust. Waar moet je zijn? Exhaust. Ah ja. Ik heb de duurste gewoon gepakt.
Ik denk dat ik voor zoiets ga, maar ik weet nog niet zeker, mensen, we kunnen sowieso altijd nog gaan veranderen, dus... De spiegels. Dat is wel mooi. Secondary. Ik vind eigenlijk dat ze zo'n supreme dingen levering moeten doen, man. Hebben ze bij sommige auto's, maar niet bij alle auto's. Ja, dat is bij de baan, die hebben ze dat. De kleur gaan we natuurlijk altijd laten. Oh, nice. De roof kan je veranderen. Ja. Een top. Toppertje. Ik heb die gewoon dezelfde kleur gehouden, man. Ik heb die secondary fan met roof. Ik wil er wel echt een mooie racewagen van maken. Ik vind dat wel een mooie racewagen wat ik nu gaan heb. Gaan we niet doen? Ik ga kijken als ik nu al nog kan verkopen. We hebben een auto, maar net dus. Nope, een daily limit verstelling thuis. Nou, dit vind ik te overdreven. Wat de? Die voorlaatste skirt. Die voorlaatste skirt, even kijken. Die primates. Secondary. Kijk, dat past meer zo bij een G-Wagon. Zeg maar als je wil opstappen of zo. Dat die dan zo staat. Maar hebben jullie dat ook? Dat weet je wat er ook staat? Als dat er zo zwart is. Ga deze pakken. Er staat ook bij de secondary cheat. Oeh, spoiler. Hey, deze auto kent je wel, zie ik tunen. Ja, jongen, die spoilers zijn wel grappig. Maar ik denk dat ik gewoon... Oh, je hebt 25... Oh. Ah, dit hebben ze ook bij de Zantorno. Black. Dat is toch carbon, of wat? Ik heb die light... ik heb die carbon aggressive spoiler. Maar middels is carbon. Ja, maar ik heb de carbon aggressive spoiler. Ik vind die laatste spoilertjes niet zo mooi, zeg maar. Ik denk dat ik gewoon deze hou. Ik vind deze echt heel mooi. Ik heb die laatste. Die carbon aggressive spoiler. Oh. Deze is ook wel mooi. De street spoiler. En de wheels. Welke wheels gaat jij doen, Marcel? Ik zou het niet weten. Gaat je high-end doen? Of ik sport? Denk, ik ben altijd zo een sport. Oh, een sport hebben ze ook. Wow. De Venom ziet er wel gek uit. Weet je wat ik niet zo mooi vind? Cosmo. Zodat dat carbon van midden. Weet je wel welke mooie is? Ik ga deze dan pakken. Weet je hoeveel Venom kost, Mohsen? Deze auto is niet normaal. Niet. Mohsen, weet je hoeveel Venom wielen kosten? Hoe bedoel je? Die Venom wheels, die kosten al 78.000. Tjus. En de Ruf Weld kost al 82.000. Zijn er wel dure wielen, vind ik. Heel duur, nee, ja. Lowride, stel je voor. Lowride, jongen, dat zou echt grappig zijn, jongen. Je moet zo dan de dollar doen, joh. Dat ga ik doen. Oh, 79.000. Oké, dat valt nog mee. Deze auto heeft... Ik pas bijna elke velg wel onder. Jawel. Ik heb de dollar gedaan. Beetje shine dat ik geld heb. De Thunder? Nee, dat is een beetje zo te klas. Maar Marcin? Ja? Bij brakes, heb je race break of heb je sport break? Hoe bedoel je? Bij brakes. Ah, daar heb ik gewoon race, want ik wil een raceauto van maken toch? Ik dacht dat je sportauto ging maken. Ja, sportauto, racewagen, dat bedoel ik redelijk mee. Deze. Wat ik wel ga doen, wat ik niet echt mooi vind, maar omdat ik er toch een raceauto ga maken, ga ik gewoon custom tires erop zetten. Zijkant, dat je allemaal letters ziet op je band. Ga ik gewoon dit keer wel opgooien. Waarop? Op de velg. Of op de band bedoel ik. Oké, dan gaan we nu naar het kleurtje. Oeh. Welke wiel heb je gedaan, Marcel? Wat bedoel? Welke wiel heb je gedaan? Sport. Ik bedoel, jij sport specifiek welke of? Ja, de Mercy of zo. Ik ga er aan kijken voor. Het kleurtje. Oeh, blauw. Wow. Bossen, moet ik niet zeggen, ik heb wel. Maar oh. Oeh, geel. Ik heb nog eens gekeken naar alle kleuren. De
populaire kleuren passen hier sowieso op. Rood, geel, blauw, ja. Groen, alles. Ik heb nog eens verder gekeken van kleuren. Zet je nog steeds bij wielen, Marcel? Hè? Niks aan bij de kleur. Bij wielen. Moet hij een kleur doen, ben ik klaar. Ja, ik ga een kleur veranderen. Mat, zwart. Ik vind die dollar wielen, die past niet zo hier. Vind ik, uit mijn mening. Dus... De split six ziet er wel ook uit. Ik vind mat echt wel sick hoor. Heb je de Cosmo wielen ofzo, of de split six? Ik denk dat ik deze auto serieus blauw ga doen. Ik had dat ook, maar ik heb die veranderd. Ik heb die gewoon Ik ben aan het twijfelen, rood of geel. Deze ga ik dan. Nee, ik deze ga ik gewoon classic doen dan. Of waar even? Nee, deze ga ik gewoon classic doen. Oh, maar dat vind ik echt stom dat sommige wielen gewoon niet de kleur kunnen veranderen. Wacht, dan ga ik even naar de roof, want ik vond dat de roof een beetje zo. Best wel lelijk eruit zag, maar. Zijn jullie al klaar? Bijna. Nee. Ik ga het heel mooi vinden. Hey, zodat binnenste, nee, dat is zo carbon. Ja, kom van voor. Dat vind ik niet zo heel mooi. Hey, zullen we gewoon onze auto's bij de parking garage zetten als je klaar bent? Ah ja, is goed. Ja. Kom buiten. Chrome ziet er. Nee, ja, Chrome ziet er niet zo mooi uit. Kijk, dus vind ik dan weer er wel weer terug bij passen, omdat ik heb een mat auto. Heb je ook de spiegels ook gelijk een soort van mat? Dus. Heb je een matte auto? In principe wil ik dan terug naar de roof gaan en dan die ook veranderen. Ik heb ook een mat auto. Oh, uw auto ziet er echt realistisch uit. Net als op een speed, niet voor speed. Die final auto. Opeens val ik. Nee, ik kan gewoon zo. Een beetje classic. Hier is Kiano. Oké, dan gaan we kijken wat de boys in Japan hebben gemaakt. Mensen, ik zie gelijk al de één dikke auto. dingen. Mensen, willen jullie meer GTA-video's? Laat dan ook sowieso weten terug in de reacties. En dan mogen jullie ook nu laten weten welke auto heeft gewonnen. Dus mensen, ik ga hem naast Kiano parkeren. En dan. Oh. Oké, mensen, dan gaan we beginnen met Wallet. Dan hebben we hier. Parkeer maar. Durf trouwens ook even deuren en zo allemaal open. Kunnen we ook gelijk. Oh, nu wil ik gewoon letterlijk mijn kleur veranderen, omdat jullie allemaal zo'n mooie mat kleur hebben. En jij ook, je hebt zo echt zo. Een camouflage kleur. Wallet, doe even je auto open, schat. Ja, uw deur komt tegen mijn deur aan. Die achterkant kan niet open. Kan de voorkant en de achterkant niet open? Nee. Nee. Ja. Oké, dan beginnen we met Wade's auto. Een goud kleurtje met blauw. Hij heeft wel die platformpje wat ik zie erop. Hij heeft de zijkanten die ik er niet op hou ook erop. Wade, red eens even naar voren. Hey boys, reed even allemaal naar voren, kan ik de achterkant ook laten zien wat jullie allemaal erop hebben gedaan. Hij heeft carbon banden, custom tires. Hij heeft denk ik dezelfde. Nee, hij heeft die dik uitlaten. Hij heeft een Centornus spoiler stof van erop. Ja, dit is die dan van Wallet. Hij is best wel dikke. Ja, die van mij heeft sowieso gewonnen, hè. Dan gaan we naar door van die van Robin. Deze vind ik ook oprecht sick. Ja, die is wel echt mooi, hoor. Mat rood, mat zwart als ik het goed heb. Hij heeft zwarte velgen. Hij heeft precies... Nee. Ik weet niet precies welke exhaust jullie allemaal hebben. Maar ik denk dat die... Niet hetzelfde dus voor mij. Hij heeft een standaard spoilertje erop. Nee. Dat is een andere, hè? Nee, dat is een andere.
de zijkant leek er een beetje op. Skirt, heeft hij ook een andere? Of nee? Ja, heb ik het goed of niet? Mhm. Oké, okay, hij heeft die onzichtbare dingen ook, maar dan heeft hij die gewoon zwart. Hij heeft geen platformpje, wat ik ook al zei, als bumper, dus of ja, grill. Dus ja, ik zou deze, zou ik eerlijk gezegd, als tweede auto ook wel willen hebben. Niet echt een soort van race, maar ook wel, ook weer wel. Oké, okay, dan gaan we door naar die van Keanu. Deze vind ik echt wel sick. Hij heeft standaard bumper, grill erop. Hij heeft een mat, ik denk mat wit of classic wit erop. Hij heeft een livery. Hij heeft livery erop. Hij heeft blauw erop. Hij heeft ook een hoe heet dat, neon kit onder. Hij heeft dezelfde spoiler als dingen, als Robin. Hij heeft exhaust. Denk ik als mij, dat weet ik niet zeker. Ik kan ze precies niet uit elkaar scheiden. Deze skirts zijn ook wel ziek. Zwarte velgen. Ja, deze. Ik vind deze auto's. Ik kan niet. Zeg maar eentje ervan pakken. Ik vind deze auto's best wel sick. Oh, heb ik opeens een andere auto gedaan? Ja, deze vind ik wel sick. En dan heb je natuurlijk de mijne. Ja. Tegen welke auto gaan we die laten racen? Gaan we geen verschillende auto's pakken? Ik Eén pak E20. Eén pakt Italia GTO. Ik pak Italy GTO. Oké. Heeft ze maar anders T20? Ik heb een Bugatti. Ik heb alleen mijn Bugatti aan mijn. Jij pakt Bugatti. Willy pakt Bugatti. Ik pak T20. Dingen pakt T20. En Robin pakt Italia GTO. Dan gaan wij nu naar de luchthaven rijden. Wow. Ik laat hem hier achter lossen. Ja, dat is goed, doen. Moeten we eerst niet onze auto ophalen? Hoe bedoel je? Ik bel die gewoon. Mag ik weer in stappen? Ja. Kijk hoe die op de weg is. Hij stuurt heel scherp. Welke banden heb jij gedaan, jongen? Die banden wil ik ook, maar ik vond die nergens. Ik vind deze echt lekker rijden. Zou die ook goed zijn voor wall heights? Ja, maar die stuurt niet normaal scherp. Moet ik naar je arena brengen? Nee, wie is aan het rijden bij jullie? Bij mij ben ik. Doe R2, R1. En ja? Draai dan een bocht in. Niet Worden. Normaal scherp. Wat? Kijk, dat bedoel ik. Die slipt niet of die drift niet, maar... Daarom vind ik dat ook een chill auto. Daarom heb ik ook een race auto van gemaakt. Ja, zit je gewoon op snelweg gereden? Dat is echt sick, joh. Ik had die ook eerst blauw, maar dan zonder livery. Maar toen dacht ik, nee, ik had die gewoon rood doen met livery. Mensen, trouwens, er komen ook nog casino video's aan. Dus ik heb in de vorige video weer gezien dat er casino missies terug moeten komen. Dus ze komen sowieso terug. Het is... Nog één. Er zijn, oh nee, twee. Nee. We hebben al voorhand al video's opgemaakt, maar deze video hebben we letterlijk de dag van vandaag dat die uit is, gaan we deze ook online droppen, dus... Maar de casino video's zijn al... Laat maar even uitstappen. Oh ja, is goed. Sorry. Ik ga vast op die... En waarom moeten we die auto's droppen, Marcel? Hoe jij moet even met een andere auto wegrijden. Ja. Ik ben al op locatie. Zou ik gewoon mijn auto niet in mijn hangar plaatsen? Ik mag niet zitten in de lucht. Dat kan niet. En nog kan je. Ik plaats die even bij mijn vliegtuig of bij mijn helikopter. Bochtjes pakken. Ook bochtjes proberen te pakken, man. Die draait goed. Die pakt echt perfect. Maar drift of ja, slippen moet je echt niet doen. Dat gaat mis. Laat staan als het regent. Wellicht, ik ga even met een andere auto weg. Als ik regent, durf ik deze auto helemaal niet naar buiten te halen. Dat weet ik 100%. Ja, en weg. Dan bel dan de Bugatti Divo. Shit. Mensen, of deze auto een aanrader is? 100%. Ja. Ik ga jullie de prijs laten zien. Ik weet niet precies. Ik heb 2,7 er denk ik voor betaald. Toch, boys? Ja. Of 2,3 dollar, denk ik. Ik weet niet zeker. 2,750.000. Oké, mensen, als jullie nu even naar jullie mobiel gaan
En gaan jullie even naar Legendary Motorsport, dan zien jullie hem als eerste staan. Hij is 2.750.000 euro. Ik hoor je wel van. Is hij een aanrader nogmaals? Ja, hij is sowieso een aanrader. Ja, wat heb ik erover te zeggen? Ik heb geen woorden. Ik vind deze auto echt wel mooi. Ja. Daarvoor vond ik die al mooi. Daar hebben we onze andere Beauty aan de linkerkant. De rechterkant ook een Beauty. En dan wachten we even op de Bugatti. Die wil. Ik ga de Goldigger Bugatti vinden. Stel je voor, deze vier auto's zijn het echt. Man. Oh, dat is als iedereen zijn droomauto. Oké, dan gaan we. Ja, ik vind, dit plaatje echt gewoon mooi. Oh, hier heb ik dezelfde spoiler op als ik bij mijn andere auto had. Een beetje zijn toren een soort van. Zit je gewoon in zo? Hallo. Ah, Robin, ja, Robin, ja. Ja. Poef. Hey. Kom mis. Oh, ik heb een buk gemaakt, maar wat niet is. Ga even naar u. Oké, stop met die ruzie maken, jongens. Oh. Mag jij me op doen? Wait, ik ga even op de lijn staan. Oh, deze plaatje vind ik zo mooi. Dus mensen, daar hebben jullie ook gelijk een drag race tussen al deze auto's. We hebben daar de Trax, in het echte Bugatti. Daarnaast hebben we een Ferrari 812, als ik het goed heb, ik weet niet zeker. Dan hebben we hier de McLaren Senna. En dan hebben we daar de Progen... De Progo, wat zeg ik nou? Ze noemt die een ding. Ja, ik zeg gelijk die naam van daar. Dan hebben we daar de... T20, dat is een McLaren. Ik weet niet precies welke. Welke is dat, denken jullie? P1. Ja, P1. Ja, McLaren P1. We hebben daar een McLaren P1. Dus mensen, jullie moeten sowieso een like doen voor deze video. Deze video is niet normaal vet. Dan gaan wij in onze auto zitten en dan gaan wij een granaatje gooien. Maar stuur alvast een invite, zo'n race invite, zo de afstand. Nee, we gaan gewoon helemaal naar achter. Oké. Wanneer de bom ontploft, rijden. Ja. Oké, daar gaan we. Ben ik benieuwd. Ik denk dat Intelligent Deal snel optrekt. Ja, dat bedoel ik. Deze heeft een hele late optrek. Haalt de Trax in. Gaat naar de T20. Oh, de Trax is slecht. Gaat naar de T20. Ja. Haalt de GT. Mensen, aanrader. Aanrader. Oh, de Bugatti is echt traag. Raceauto. Vind ik tot nu toe dit de beste. Ja, zeker. Zeker. Zien jullie mijn lichaampje daarin? Ik heb zo'n beetje moeite met optrekken, vind ik. Die van mij was wel zeker. Dit is de beste raceauto, vind ik toch nu. Dit is maar ik vind het ook een Wagner. De Wagner, dan moet u daar eens tegen heeft laten racen. Heeft iemand trouwens een Zentorno? Nee, de Wagner. Wat zeg je? Nee. Heeft iemand een Zentorno? Nee, ik niet. Jammer. Ik wil de goedkoopste auto's daar, vind ik niet. Mensen, laten ook sowieso weten in de reacties welke auto willen jullie dat wij gaan tunen. Want dan gaan we die ook sowieso tunen. En wat voor mensen jullie willen, deadmatch, maakt niet uit wat jullie willen, politie en boefje. Laat het dan sowieso weten in de reacties en dan gaan we dat sowieso spelen. Ja mensen, ik denk dat we nu even gewoon een race gaan houden tot aan het casino en dan denk ik dat dat de video was. Ik mag wel een ik heb voorsprong, doei! Nee, wacht. Import. Kom dan bij de poortjes beginnen. Nee, ik kan dat niet. Ja, maar mijn Bugatti is traag. Kom bij de poortjes beginnen. Er is al een evenement bezig. Dus Kom. Wacht, ik ga proberen te starten. Nee, er is al een evenement bezig, gaat niet. Ja. Oké, we rijden gewoon tot de casino. Ik kom nou met bom en zet waypoints. Ah, is goed, kom hier. Hey, we zijn nog niet bezig. Ja, maar ik zet wel de eerste kant. Oké, waar beginnen we? Hier. Ik mag voorsprong, ik mag hier. Nee, dat boeit niet. Kom hier. Oké, wacht even. Kom naar je. Oké. Oh, maar ik moet weer tegen tegengestelde richtingen. Oké, komt ie. Moeten we niet omdraaien? Moet omdraaien. Mag niet heet. Moet omdraaien. Hé, ik word gebukt. Moet omdraaien.
Hebben ze weg. Nee, nee. Yo, maar ik bluk deze... mij. Wow. Hoppa. Oh nee, je bent niet... Boys. Ik ben al weg. Robin heeft me laten maken mijn bosjes doet. Hij gaat echt snel tussen auto's door en zo. Ik heb toch gewonnen, jongen. Ik zie het. Ja, jongen. Iedereen die laatste is, wint altijd. Oké, we zijn ja. Nu in de stad, dus... Ik heb vernomen dat... Gewoon net zeggen maar dat ik heb gewonnen, maar wat doe ik? Ik krijg gewoon karma. Ik wil wel zien hoe de Wagner daar tegen rijdt, joh. Welke gaat sneller zijn, denk je? Ik denk deze. Die sowieso. Is de T20 sneller dan de Wagner? Nee, toch? Nee. Nee, maar de T20 trouwens, mensen, dat is een van de traagste auto's, vind ik toch, in de... in races en zo. Vind ik toch. Welke? Want de Zentorno, die gaat sneller als de T20, als ik het goed heb. We hebben dat al een keer uitgetest, dus... Ik vind die best oma. Maar... En toen waren we free van bezig en opeens... Robin, hoe haalt je mij weer? Wat zeg je? Hij is gewoon... Nee! Crash alsjeblieft tegen die... Ja? Maar weet je wat het dan is? Als de Zentorno sneller is dan de... Als de Zentorno sneller is dan de T20, dan is dat ook een aanrader. En de Zentorno is veel goedkoper dan de T20. Ja, de Zentorno is zeker ook een aanrader. Zeker. Zentorno vind ik ook wel best wel chill om mee te rijden. Maar vroeger dacht iedereen echt T20 sneller. Mensen, ze allemaal denken? Nee, nog niet. Wil je dat niet? Nee, helemaal niet. Ja, maar Robin duwt hem in de bosjes. Ja, Robin, dat mag wel niet, jongen. Dus spel spelen. En ik werd gebukt door een auto. Die vond ze dat ik hem nam. En mensen, deze auto kost trouwens in het echt 852.000 euro. Dus ben je een beetje miljonair? Is dit ook een goede aanrader in het echt, denk ik toch? Als hem even chill rijdt in de game, hoop ik dat hij het ook in het echt heel chill rijdt. Hij heeft 800 pk. Hij gaat en stopsnelheid is 340 km per uur. Hij springt in 2,8 seconden naar de 100 km per uur. Dat was het, denk ik. Dat was de video wat, van mij. Hè? Pats, jongen. Ik heb iemand neergestoken, maar ik zit kijk. De goedkoopste McLaren Senna van Nederland werd 1.111.198 euro betaald. Oh. Ja, laat me erin, Robin. Laat me erin aan de zijkant. Oh, maar niet mijn auto bikken. Oké, okay, mensen, dat was de video voor vandaag. Vond deze video leuk? Zijn jullie nieuw? Abonneer dan. En dan zie ik jullie bij de volgende video.